Bijbabbelen met Menno. Bijbabbelen met Menno. Ieder mens heeft zo zijn dromen. De een droomt ervan een marathon te verkloten met een snelkookpan. De ander wil de wereld een beetje leuker maken met een online comedy show. Ik weet niet welk mechanisme bepaalt welke dromen precies uitkomen. Maar het is er duidelijk een met een voorkeur voor simpel. Die daders in Boston hadden niet meer nodig dan een pan, spijkers en wat kogelwagens. En waren daarmee angstig succesvol. Ik heb afgelopen woensdag een theater opgetuigd met een waanzinnig decor, 4 dol enthousiaste comedians en 5 camera's. En dan ligt 3 minuten voor tijd opeens het internet plat. Ben je zo dicht bij de finish, word je in één klap omvergeblazen. De impact van beide situaties is natuurlijk niet te vergelijken. Maar het gaat mij erom dat maar weer eens blijkt, hou het simpel. Iedereen die een droom heeft, kan zich wel eens verliezen in van die uitgebreide scenario's. Als ik nou live ga uitzenden, dan kijken er meer mensen en dan kunnen we misschien sneller een sponsor vinden. Als we een sponsor vinden, hoef ik het niet meer zelf te betalen. Sterker nog, als we misschien 2 sponsors vinden, krijgen we gewoon betaald. Dan hoef ik er niet meer naast te werken, kan ik gewoon geld verdienen met grapjes maken. Hey, een mailtje van Funda, een villa op de Veluwe. Toch maar even kijken. Als je echt wil dat je droom uitkomt, moet je die droom keer op keer versimpelen. Jezelf iedere dag afvragen, is dit nou net zo eenvoudig als het bedienen van een snelkookpan? Want zelfs dat is nog geen garantie voor succes. Ik heb jaren gewerkt voor kookprogramma's en het was stevast hetzelfde gelazer. Tijdens een van de eerste opdrachten stond er altijd wel iemand minutenlang te kloten met het hoge drukdeksel van een snelkookpan. Dat is dan ook de enige relativerende troost die ik de mensen in Boston kan bieden. Het beeld van een opgefokte terrorist die minutenlang probeert om het deksel goed te krijgen. Beseffend dat hij staat te rammen en te schroeven boven een levensgevaarlijk explosief. Dat bij de minste foute beweging zijn droom aan flarden kan trekken. Comedyvrienden van mij hebben ook een droom. Samen met collega-comedians heel veel lol hebben tijdens een eigen festival in Utrecht. En vanavond is het zover. Het Utrecht International Comedy Festival beleeft zijn première. Ik mag daarbij zijn met mijn comedy show De Nieuwsfreaks. Deze keer wel offline. Maar ja, het moet nu eenmaal simpel. Dus wil je lachen om het leven en daarmee iemands droom waarmaken? Kom vanavond of zaterdagavond naar Utrecht. Dan kom ik volgende week gewoon weer gezellig bijbabbelen.